Welkom bij Terugvlucht, welkom in Lissabon. Het was alweer een memorabele Champions League week, niet in het minst natuurlijk voor onze Belgische landskampioen, Club Brugge. Hier zeker geen buitenspel. Dit moet het dan maar zijn voor de ketelaren. Krijgt hem terug Van Aken. Mata, dat is een goede bal. Van Aken, vol risico en de goal! Mats Rits, goed gevolgd. Zijn club staat op voorsprong, het is verdiend. We zitten weer gestrand in Aken. Hoe triestig is dat? Gisteren al 11 uur onderweg geweest. Nu leek alles goed te gaan. Tot nu. Dus ja, de vraag is weer, halen we de volgende wedstrijd? Dat is onze job altijd. Proberen de volgende wedstrijd te halen. Ja, gelukkig is Gert uiteindelijk op tijd in onze studio geraakt. De andere wedstrijd in groep A was Paris Saint-Germain tegen Manchester City, ofwel Messi tegen De Bruyne. En daar zat voor ons Peter van den Berg. En nu Kane neemt over en goal. 1-0 voor Paris Saint-Germain. Messi aan de bal. Afleggen en oh, het Messi-moment. Een Messi-moment. Dag Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Lionel Messi heeft zijn eerste goal gemaakt. Vertel eens, dat was een speciale goal meteen. Ja, het was een zeer bijzonder moment. Je voelde ook niet alleen aan Messi, je zag het aan zijn reactie, maar aan het hele Parijse publiek dat ze daar toch al lang zaten op te wachten. Want hij had al 3 wedstrijden gespeeld en niet gescoord. En het was wel mooi, vond ik, dat het een typische Messi-goal was. De versnelling, zoals we die eigenlijk in het shirt van PSG nog niet hebben gezien. Even een 1-2 en dan een typische Messi-trap. Nou, dus het was wel een heel bijzonder moment, dat zeer zeker. Hij zat eigenlijk niet fantastisch in de wedstrijd, hè, Peter Messi? En hoe je het ook draait of keert, Nicola, hij komt gewoon veel minder aan de bal. Op dit moment, hè. Het kan zijn dat hij het elftal, of het spel van het elftal in de toekomst toch naar zich toe gaat. Maar ook de andere 2 sterren voorin. Neymar, zeer matig. Een, wat mij betreft ongepast fantasietje. Als je niet goed bezig bent, laat het achterwege. Mbappé, veel frustraties. Man tegen man situaties. Niet in slagen om er voorbij te gaan. Nee, dus de sterren van PSG fonkelen nog. Op het einde van de match, Peter, was er een heel opvallend moment met Messi in de hoofdrol. wat gebeurde daar? Maar ik stond perplex. Er kwam een vrije trap aan. En Messi trok ineens een sprintje en ging achter de muur. Messi, dat hebben we nog nooit gezien. Een van de allerbeste aller tijden die achter de muur gaat liggen. Ik stel je de vraag, Nicola. Zie jij dat Cristiano Ronaldo ook doet? Nooit van zijn leven. Nee. Ik denk het niet. Of zag jij, zou je dat Lionel Messi hebben zien doen in het shirt van Barcelona? Ja, een van de momenten van de speeldag, mogen we wel zeggen. En je weet dat misschien niet, maar kijk eens wie er hier naast me staat, Peter. Kan je het zien? Ah ja, ik zie het. De scheidsrechter van gisteren. De man ja? Die, of je bedoelt Wesley Song, dat kan het. Nee, Wesley Song die kennen we al, maar het is Lawrence Visser, die hier aangekomen is uit Madrid. Die man had ik vond zeer goed nieuws. Ik heb wel begrepen dat ze in Madrid niet helemaal tevreden waren, niet over Lawrence Visser, maar over de vierde man. Want Ancelotti is niet echt iemand die vaak opmerkingen maakt over de refs in zijn lange carrière. Voelt hij zich blijkbaar toch een beetje beledigd. Ik weet niet of het terecht is. Oké, goed. Peter, veel plezier met Juve Chelsea. Tot binnenkort. Van de voorzet, Sousa, en het is 1-2. Oh, buitenspel. Dag Karel, goedemorgen. Goedemorgen, Nicolas. Karel, wat is dat er allemaal met Sheriff Tiraspol? Het is ongelooflijk. Dus wat er gebeurd is Sheriff Tiraspol heeft gisteren Real Madrid verslagen, het grote Real Madrid. Met een ploeg die ongeveer evenveel waard is als de badkamertegels van Thibaut Courtois. Allee, het is echt onvoorstelbaar, ja, wat er allemaal gebeurd is. Ze hebben 6-6, Karel. Wat is hun geheim eigenlijk? Hoe komt dat? Hun geheim? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb al heel veel matige ploegen becommentarieerd in mijn leven, Nicolas. Ik denk daarbij aan Karabach, dat soort ploegen. En meestal doen die allemaal hetzelfde. Verdedigen totdat de veer breekt en dan wordt het 4-0. En op een of andere manier slaagt Sheriff Tiraspol erin om heel goed te verdedigen en wereldgoals te maken. Dat is hun concept. Goed verdedigen en wereldgoals. Ja. Karel, tegen wie moet Sheriff de volgende match spelen? Op Inter Milaan, Nicolas. Okay. En trouwens, het leek me. Ik zie dat jij ook weer op reis bent gegaan. Ik snap, Benfica-Barcelona, het is een leuke wedstrijd, maar het zijn toch 2 ploegen die niet meer de top van Europa zijn. Dat is Sheriff Tiraspol wel. Dus ik stel voor dat ik misschien volgende keer in plaats van in Evere te zitten, live naar daar zou kunnen gaan. Is dat niet? Naar San Siro. Ja, ik spreek ook een klein woordje Italiaans, dus dat valt dan mee.
Kan een troef zijn inderdaad, Karel, maar ja. Nou, we moeten het zien. Ik ga er voorlopig vanuit dat het de commentaarcel wordt, Karel, in even. Ja, oké, goed. Dan ga ik u een goede reis wensen, Nicola. Of zoals ze in het Italiaans zeggen, vaffanculo stronzo. Oké, dankjewel, Karel. Sorry, we zien nog wel voor de toekomst. Goed? Ja, zeker. Bye, Karel. Dag. Gisteren woensdag was ik dus bij Benfica tegen Barcelona, maar op hetzelfde moment werd Man United tegen Villarreal gespeeld. Ik vroeg Michael van Varenberg en Frankie van der Elst, vlak voor wij vertrokken uit Dallas, wat er allemaal te zien was op Old Trafford. Heel veel. Ja, we hebben denk ik 10 kansen gekregen van Villarreal. En we hebben een topmoment gekregen nog helemaal in het absolute slot. Ja, minuut 94, hè, want er waren 5 minuten over gespeeld. En dan, ja, als er dan één iemand scoort, Nicola, dan weet je al wie het is. En dan Ronaldo! Ja! Cristiano Ronaldo! Niet te geloven! Onzichtbaar! 94 minuten lang. En hij velt het verdikt. Cristiano Ronaldo speelde een fletse partij. Echt een fletse wedstrijd. Maar hij heeft toch voor een enorme ontlading gezorgd. Ja, je hebt ook bekend volk gezien vandaag, voor de wedstrijd al. Ja, we stonden op een tiental meter van een meervoudig Olympische kampioen, spurtbom Usain Bolt. Iedereen weet dat hij een groot supporter is van Manchester United en die was ook afgezakt voor deze Champions League avond. Mannen, jullie hebben dus toch genoten, hè? Ik onthoud dat. Ja, zeker wel. Zeker weten, ja. Fantastische wedstrijd gezien. Toch 90 minuten lang. Te veel theaterpubliek, als ik dat zo mag zeggen. Dat viel wel een beetje tegen, maar uiteindelijk hebben wij en zij een geweldige apotheose gekregen. Kijk eens aan. Zeg, en nu terug richting het hotel, Michael. Dat is niet zo ver blijkbaar. Ja. Dat is gewoon het stadion buiten stappen en het hotel binnenstappen. Ja, maar we zien wel, ik zie toch uit mijn kamer de voorkant van, prachtige kamer, van het stadion. Alright. Ik bracht het truitje van Strons in mijn kamer. En dan ook nog eens een beetje historie van die mannen. Oké, mannen. Goeie reis terug naar België. Bedankt. Alles wat u gemist zou kunnen hebben, dat bundelen wij in onze specialekes. Vorige week verzilverde Red Bull Salzburg maar 1 van zijn 3 strafschoppen in Sevilla. Tegen Lille kregen ze er weer 2 en dit keer maakte Adeyemi ze wel allebei. Atletico wint in San Siro en doet dat in de laatste minuten dankzij de eerste goal sinds de terugkeer van Antoine Griezmann. En ook dankzij een discutabele penalty. Suarez kent geen medelijden. 1-2 winst voor de Colchoneros. Dat was de mooiste actie van de match, toch wel die van Rafael Leao. Bayern legt er weer 5 in het mandje tegen Dynamo Kiev. Hij heeft dit seizoen 46 goals in 10 wedstrijden gemaakt. Lewandowski scoorde er 2 en die heeft in zijn laatste 100 matchen liefst 119 keer gescoord voor Bayern. Pure waanzin. Benzema die maakte ook een doelpunt tegen Sheriff Tiraspol, zijn 72ste in de Champions League. Zo ging hij voorbij Real-legende Raúl González Blanco. De Fransman heeft er nu 72 op het kampioenenbal en moet alleen Lewandowski, Messi en Ronaldo laten voorgaan. Hoe is die song? We zijn aan het wegwandelen van het Estadio Dalus. Hoe was Barcelona zonder Messi, Wes? Ik het nog eens zeggen. Ja? Niks. Niks. En nog meer dan niks. Ja. Hoe waren de Pai en de Jong? Niet goed. 2 wedstrijden van Barcelona, Nicola, du jamais vu. 2 wedstrijden, 0 keer tussen de palen getrapt. Dus ongezien. Ja. 0-3 tegen Bayern, 3-0 tegen Benfica. Wat een genadeloze afstraffing. Gênant eigenlijk. Ja, het is heel gênant. We kunnen toch alleen maar zeggen dat uiteindelijk Benfica de betere ploeg was. Wat vond je van de match, Wesley, van Rafa Silva en van Jan Vertonghen? Ja, de Jan is nooit getest geweest. Die speelde vandaag in de zetel op zijn gemak. Speelde een goede wedstrijd, degelijk opbouwend en verdedigend, zoals ik al zei, weinig moeite had. En Rafa Silva, ja, wat een streling voor het oog. Zo klein, wendbaar, snel, bal aan de voet. Maar hij heeft vandaag toch laten zien dat hij heel veel in zijn mars heeft. Tijd voor een voorspelling, Wes. Gaat Barcelona zich nog plaatsen voor de volgende ronde met 0-6? Nee, ik denk het niet. We verlaten Lissabon met alweer een blamage voor Barcelona. Het is jammer, hè. Ja, hopelijk hebben jullie genoten van de Champions League actie van deze week. Genieten, dat ga ik nu ook doen tijdens mijn laatste uren hier in Lissabon.